Ik ben hier in Bergse Hoek bij Wandelen voor Water met Bert Steenwinkel. Bert, kun je jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Bert Steenwinkel en voorzitter van de Rotary Club, sorry. Voorzitter van de Stichting Kinderhulp Indonesië. Oké, en wat ben je hier vandaag komen doen? Nou, hier vandaag met Wandelen voor Water hebben 350 kinderen gelopen in Rotterdam en omstreken. En die hebben bij elkaar opgehaald €19.500. Wauw. Inclusief is dat met de verdubbeling van Aquafrol. Fantastisch. Dus het is echt heel veel. En wat we daarmee kunnen doen, om even grote getallen te gebruiken, een toiletblok van 2 toiletten met een huisje. En de goede afvoer kost €850. En voor dit geld kunnen we 23 scholen voorzien van zo'n dubbel huisje. Dat is echt fantastisch. En waar staan die scholen? Die scholen die staan allemaal in het binnenland van Java, Midden-Java, rond Yogyakarta. In een cirkel van 50, 60 kilometer rond Yogyakarta. En de meeste van die scholen staan hoog in de bergen, hebben helemaal geen water. En ze kunnen het ook vaak niet kopen omdat ze geen geld hebben. Dus het is ideaal wat hier gebeurt. Dat we ook grote regenwaterbassins kunnen bouwen. 1 bassin van 10 kubieke meter kost €1000. En voor dit geld zouden we 19 scholen kunnen voorzien van een waterput of van een regenwaterbassin. Super. Prachtig. Ja, nou heel erg gefeliciteerd. Dankjewel. Fijne dag nog. Hartstikke leuk. Dankjewel.